Ja, deze gaat sowieso mee. Het ophangtouw om dus je bloempot in op te hangen. Ik kon ze gewoon echt niet laten staan. Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Joyce en ik ga jullie vandaag gezellig meenemen naar de winkel toe. Normaal gesproken maak ik op mijn eigen kanaal ook vaker shoplogs. En vandaag heb ik dus een gezellige action shoplog voor jullie. Ik heb er helemaal zin in. Het is heel lekker weer buiten. Het wordt vandaag iets van 18, 19 graden. Dus ik ga allemaal op zoek naar spulletjes voor lekker weer. Dus voor buiten, voor in het huis. Om het weer helemaal leuk richting de zomer te maken. Ik hoop dat jullie zin hebben om gezellig mee te kijken. Doe dan ook even een duimpje omhoog. En vergeet ook zeker niet om hieronder even te abonneren op het kanaal van Action. En dan ga ik nu mijn spullen pakken en dan gaan we richting de winkel. Ik sta nu in de winkel en ik zie al meteen helemaal dingetjes natuurlijk in het teken van Pasen. Bijvoorbeeld deze paashaasjes, paaseieren en allemaal dingetjes die je ook kan beschilderen. Ik weet eigenlijk niet precies wanneer het Pasen is. Volgens mij ergens midden april, maar zeker leuk. En ik vind deze placemats ook al meteen erg gaaf voor buiten, van die rieten placemats. En die zijn €1,99. En ik vind persoonlijk dat kaarsen echt bij elk seizoen passen. Maar dit kleurtje past natuurlijk ook wel helemaal bij lente. Ik ga deze nog heel even laten staan, want ik weet zeker dat ik nog heel veel andere leuke kaarsjes ga tegenkomen. Maar deze is in ieder geval €2,99. En ik vind dit soort dienbladen ook altijd heel erg leuk om dan weer in huis te zetten. Dat kijkt gewoon meteen weer een stuk lichter en zo. Natuurlijk ook met die kaarsjes of met bloemen. En ze hebben ze ook trouwens allemaal in verschillende maten. Kijk, deze is weer een stukje kleiner. Oeh jongens, ik vind deze waterflessen eigenlijk ook wel heel erg leuk. Die hebben ze ook allemaal in verschillende kleurtjes zoals je kan zien. En die zijn dus €3,49. En verder vind ik deze ook wel heel erg gaaf. Dit zijn van die onderzetters in een beetje ja, bamboestijlachtig. Deze gaan sowieso mee. Ik sta nu bij alle bloemen hier en bij alle vazen. En ik vind dit er ook altijd echt wel gaaf uitzien bij mensen. Dit zijn dus van die ophangsystemen, een soort ophangtouw om dus je bloempot in op te hangen. Dus deze ga ik ook meenemen. En in mijn vorige video had ik dus aan jullie gevraagd of mensen dit echt gebruikten en wat jullie hiervan vonden. En ik kreeg best wel veel reacties dat mensen het heel fijn vonden. Dus dit is zeker wel een aanradertje. Ik vind dit soort voorraadpotten ook altijd heel erg leuk. Kijk, deze heeft dus allemaal van die zebraatjes en deze heeft pantenprint en deze een ander soort jungle thema. En hier hebben ze nog veel meer van die onderborden. Dus ik vind het altijd heel erg leuk om buiten als je gaat barbecue of zo onder je bord te leggen. Ik denk dat deze misschien wel meegaan. Ik word ook echt zo vrolijk altijd van die kaasafdeling hier. Kijk even hoe leuk dit eruit ziet en hoe recht het hier allemaal staat. Dit vind ik dus heel erg gaaf. Hier staan dus van die potten. En hier kan je het ook op het kaartje zien. Er zitten dus van die droogbloemen in en van die lampjes in. Ja, deze gaat sowieso mee. Nou jongens, ze hebben hier ook echt van alles voor de tuin zoals je kan zien. Allemaal gereedschap. Maar kijk even hoe gaaf deze handschoentjes zijn. Ik ga ze zelf niet meenemen, want ik heb ze zelf niet echt nodig. Maar ik vind het wel heel leuk gemaakt. En hier kan ik echt al helemaal niet op wachten om gewoon weer te gaan barbecuen. Het is ook echt heel handig. Volgens mij hebben wij thuis ook nog zo'n rek nodig, maar ik weet het niet helemaal zeker. Het ruikt hier echt heel erg lekker. En deze vind ik ook heel erg schattig voor dit seizoen. Dit zijn dus helemaal van die kaarsen in het riet. Ze passen ook heel erg goed bij de onderzetters die ik heb. Maar helaas heb ik al een kaars, dus ik ga deze nog heel even laten staan. Ik ben terug. Jullie hebben natuurlijk al mee kunnen kijken in de winkel. Maar ik heb echt leuke dingetjes gevonden. De tas is ook heel erg zwaar zoals je kan zien. En ik ga trouwens alvast even zeggen. Ik heb dus de hele tijd een pleister op. Want we hebben dus een puppy. En gisteren zat ze vast. Ik weet niet, ze had zichzelf helemaal in de nesten gewerkt. Dus ik was aan het rennen om haar proberen te redden. En toen beet ze in mijn hand. Dus ik heb pleisters. Zijn toevallig ook van de Action. Niet deze keer gekocht, maar hè? Action is overal goed voor. We gaan in ieder geval meteen beginnen met de items die ik heb gevonden. Het eerste item waar we mee gaan beginnen is deze mooie pot. Vaas, hoe je het ook wil noemen. En hier zitten dus van die gedroogde bloemen in. En zoals je ook op het plaatje kan zien, zitten er dus ook lampjes in. Oh, er staat hier gewoon dat er al batterijen in zitten. Dus ik ben benieuwd of die aangaat. Want dat heb ik dus niet getest in de winkel. Oh, kijk.
Oh, ik vind dit wel heel erg leuk. En ik denk dat ik deze gewoon buiten op de tafel ga zetten. Want als je dan gewoon s'avonds nog een drankje aan het drinken bent of zo, dan vind ik dit wel echt gezellig. En ik vind het ook wel ideaal dat dit er gewoon overdag natuurlijk ook gewoon mooi uitziet. Dus het is zeker niet alleen voor s'avonds. En deze was 5,95. Ik kan blijkbaar niet tellen, want ik dacht dus dat ik 4 placemats mee had genomen. Maar het zijn er dus 5 in totaal. In ieder geval, ik vind deze er heel gaaf uitzien onder een bord gewoon in de zomer. Als je hier gewoon een bord op zet en dan nog een bord erop of zo. Je weet wat ik bedoel. Weet je wel, voor voorgerecht, hoofdgerecht. Ik vind het gewoon helemaal gezellig. Echt een beetje zo'n Ibiza vibe achtergeven. En deze waren 1,99 per stuk. En het volgende wat ik erbij had bedacht voor op de tafel, voor bij de placemats, als we dan vrienden of zo over de vloer hebben, is deze etagère. En deze is dus gemaakt van bamboe. Kijk ook even hoe leuk dit plaatje eruit ziet. Ik ben ook wel heel erg benieuwd wat jullie favoriete seizoen van het jaar is. Ik ben echt gewoon blij als het warm weer wordt. Of warm weer is eigenlijk. Dus ik ben helemaal blij met de lente. Dit ziet er in ieder geval zo uit. Je hebt dus ook allemaal van die dingetjes die ertussen moeten, zeg maar. Ik weet niet of ik dat nu even ga doen. Misschien zet ik het gewoon even snel in elkaar. Oké, jongens, we hebben hem. Ik heb die dingetjes alleen nog niet ingedaan. Dus dat moet ik daar nog even doen. Maar we gaan nu even voor de snelheid. Ja, hij is echt nog een stuk groter dan ik had verwacht. Ik vind het gewoon helemaal gezellig dit. En deze was 3,99. Wat natuurlijk ook helemaal bij de lente hoort, is Pasen. Ik zag echt allemaal leuke paasspulletjes. Wij vinden het altijd heel erg leuk om met Pasen te brunchen. Vroeger gingen we altijd eieren zoeken met echt een hele grote groep. Tegenwoordig zijn we daar iets te oud voor. Al moet ik ook zeggen dat ik het eigenlijk wel weer leuk zou vinden. Ik ben ook wel heel erg benieuwd wat jullie allemaal met Pasen doen. Maar in ieder geval, ik heb de servetjes dus al. Deze waren 69 cent. Dus die komen zeker van pas bij de brunch. Dan heb ik iets waar ik echt heel erg benieuwd naar ben. Ik zag hier dus allemaal filmpjes van voorbij komen. Iedereen zei steeds dat ze overal uitverkocht waren. Dit is dus een 3-wick kaars. En die hebben zo'n houten lont. Ik vind dat altijd heel erg sfeervol, want dat knispert zo helemaal. En ik vind deze geur dus ook heel erg lekker. Dit is de geur Sandalwood. Ik was heel erg blij dat ze deze hadden. Ze hadden nog meer geuren. Bij deze Action hadden ze dus 2. Maar volgens mij, wat ik dus op filmpjes heb gezien, hebben ze er nog veel meer. Maar ik ben echt heel erg blij met deze. En deze was 4,49. Zo ziet hij er trouwens van dichtbij uit. Deze had ik ook al aan jullie in de winkel laten zien. Dit zijn dus van die touwen. Waar je gewoon... Ik ben altijd heel goed in dingen uitleggen, jongens. Maar het zijn dus touwen waar je een vaas in kan hangen of een pot met bloemen. En ik vind dat er altijd heel erg gaaf uitzien. En deze waren trouwens 1,44 per stuk. Dus zeker niet duur. Ik ben heel erg benieuwd of me dit gaat lukken om bij de veranda of zo een keertje dit op te hangen. We gaan door naar deze barbecue spullen. Allereerst heb ik deze grillmat meegenomen. Want dit lijkt me wel heel erg handig. En volgens mij hadden we die al ooit eentje. Maar is die, uiteindelijk worden die dingen gewoon helemaal vies. En dan heb je gewoon een keer een nieuwe nodig. Maar dat is dus deze. En deze is 1,42. En dan heb ik ook nog deze tang meegenomen. Echt lang. Maar ik vind het juist wel fijn. Want dan hoef je zelf ook niet te verbranden. Ik vind echt barbecue, jongens. Ik hou daar zo erg van. Dat is voor mij echt het gevoel van lente en zomer. Ik ben heel erg benieuwd of jullie het ook leuk vinden. En deze was 2,87. En wat er natuurlijk ook niet bij een barbecue kan missen, is een lekker drankje. Ik heb dus deze martini glazen meegenomen. Ik vind dat ze bij Action altijd heel veel leuke glazen hebben. Cocktailglazen, waterglazen. Ik heb er zelf best wel veel van. En deze keer ben ik dus voor de martini glazen gegaan. En er zitten er dus 2 in een doos. En deze waren 2,49. En ik heb dus gelijk ook maar 2 doosjes meegenomen. Deze heb ik volgens mij ook al even in de winkel laten zien. Maar dit zijn dus onderzetters. En ik vind deze ook helemaal bij dit seizoen passen. 2 doosjes meegenomen. Er zitten er 4 in per doosje. En per doosje zijn ze 1,49. En normaal spreek ik met mezelf af dat ik maar 1 kaars mag kopen. Want ik heb echt zoveel leuke kaarsen van de Action. Die daar staan komen ook van de Action. Die grote komen van de Action. Ik ben echt helemaal verslaafd aan de kaars van de Action. Maar ik heb deze keer dus naast net die andere met sandalwood geur, heb ik toch nog andere meegenomen. Namelijk deze. Ik kon ze gewoon echt niet laten staan. Want ze passen gewoon perfect bij die etagère. En bij die onderborden. Bij die placemats. En ja, ik vond ze gewoon helemaal leuk. Dit zijn dus de kaarsen. Ze staan helemaal in een rieten mandje. Ze hebben trouwens geen geur. Dus misschien sommige mensen willen ook juist geen geur. Want die kunnen er niet zo heel goed tegen. Maar deze hebben dus geen geur. Ik vind het niet zo erg. Ik vind geurkaars ook heel leuk. Maar op zich vind ik het zonder ook helemaal prima. En deze waren 3,79. En dan gaan we door naar het
laatste. En dat is deze shower gel van Love Beauty & Planet. Ik ken dit merk al wel. Ik heb er al veel vaker van gehoord en op tv gezien en zo. Maar nog nooit zelf gehad. En ik rook deze dus. Ik vond deze de heel... Ja, ik vond deze gewoon heel erg lekker ruiken. Ja, jongens. Ik kan dit gewoon weer niet uitspreken. Het is met... Muru, butter en roos. Nou, ik vind het in ieder geval helemaal lekker ruiken. En deze was €1,99. Dit is dan alweer het einde van mijn shoplog. Ik ben echt heel erg blij met al mijn leuke nieuwe spulletjes. Ik ben ook heel erg benieuwd welk product jullie het leukst vonden. Laat het zeker even weten in de reacties. En vond je het nou leuk? Doe dan ook even een duimpje omhoog. En vergeet dus ook zeker niet om even te abonneren op het kanaal van Action. En als je het gezellig vindt, ook op mijn kanaal. En dan hoop ik je snel weer te zien. Doei!